De Douglas DC-3 Dakota PH-PBA is in meerdere opzichten uniek te noemen. Er zijn eigenlijk weinig of geen andere voorbeelden bekend van landen waar een van hun voormalige regeringsvliegtuigen in luchtwaardige staat wordt bewaard. We nemen u mee in de geschiedenis en restauratie van de Papa Hotel Prins Bernhard Alpha. De Dakota die vlak na de Tweede Wereldoorlog door Prins Bernhard werd aangeschaft. Jan Schaatsbergen, directeur van Aviodroom DDA en het Holland Aviation House, heet de gasten welkom op Schiphol. Tot slot, we staan hier natuurlijk ook een beetje met het Aviodroom en DDA gecombineerd. Maar we willen graag het Aviodroom en DDA uitbouwen tot het nieuwe Holland Aviation House. Een huis waar je dit soort passies kan vieren, waar je dit soort passies kan meemaken. Een huis waar alle elementen in zitten om alle mensen in Nederland en daarbuiten te inspireren met luchtvaart en vliegen. Een huis waar de historie, het heden en de toekomst gecombineerd zijn. Anneke Groeneveld, oprichter van het DDA, u allen bekend ongetwijfeld, die wil toch wel een paar woorden richten aan u allemaal. Dus Anneke, mag ik jou het woord geven? Kort een paar woorden over de historie van het vliegtuig. De latere PH-PBA werd op 11 januari 1944 afgeleverd aan de Amerikaanse luchtmacht en nam in juni 1944 deel aan D-Day boven Normandië en in september van dat jaar aan de operatie Market Garden toen het toestel parachutisten dropte bij Arnhem. Later voerde de PBA bevoorradingsvluchten uit vanaf het provisionele vliegveld Keent bij Grave. Het toestel heeft daarmee voor Nederland een belangrijke historische waarde. Bij het einde van de oorlog werd de PBA samen met een paar honderd andere Dakota's in Duitsland opgeslagen op de vliegbasis Oberpfaffenhofen. Na goedkeuring van de Amerikaanse generaal Eisenhower koopt prins Bernhard de Dakota voor $25.000. En vanaf maart 1946 gebruikt hij het toestel als regeringsvliegtuig. Al in april 1946 werd de Dakota gebruikt voor een staatsbezoek aan Zweden, Noorwegen en Denemarken. De Dakota vloog aanvankelijk nog onder militaire status, maar vanaf 25 februari 1947 met de civiele registratie PH-PBA, de Prins Bernhard Alpha. Op 13 november 1947 haalde de prins zijn officiële typebevoegdheid op de Dakota. In maart 1961 werd de PBA als regeringsvliegtuig vervangen door de Fokker Friendship PH-PBF, de Gerben Zonderman. De PBA werd daarna tot midden 1975 door de Rijksluchtvaartdienst gebruikt als kalibratievliegtuig voor metingen van instrumentlandingssystemen. Op 31 juli 1975 stelde de Rijksluchtvaartdienst de PBA buiten dienst en werd het toestel overgenomen door de toenmalige Aviodoom en werd het vliegtuig in een KLM-kleurenschema gespoten en binnen tentoongesteld. Het toestel kreeg de registratie van een oude KLM-Dakota, PHTCB. Om de associatie met de oorsprong van het vliegtuig te behouden, kreeg het toestel de naam Prins Bernhard. In juni 1993 nam Prins Bernhard afscheid als actief vlieger. De man die naast me zit zegt, je moet daar opletten. Ik heb omgekeerd meegemaakt dat ik een goede captain soms op iets moest wijzen. En ik wil dus niet in die toestand komen, want daarom schrijf ik uit. En één keer moet je het nog doen en ik ben er helemaal happy mee. En ik hoop dat jullie het allemaal begrijpen. Maar ik hoop nog een paar jaar mee te vliegen. Hartelijk dank. Vlak voor zijn aankondiging tijdens de prijsuitreiking van de ISA-Kar Vliegrally liet de prins samen met prins Willem-Alexander nog even zijn vliegkunsten zien. En die logen er niet om, want vliegen, ja, dat kon hij. Al in die tijd suggereerde de prins dat hij het wel heel erg fijn zou vinden als de PBA weer ging vliegen. Het toestel had nog maar 3500 vlieguren gemaakt
heel weinig voor een Dakota en daarom nog een uitstekend vliegtuig. Zo pleitte de prins. De Dutch Dakota Association kon daar niet zo eenvoudig aan voldoen. Maar er werd ook een andere afspraak met de prins gemaakt. Die afspraak leidde tot de oprichting van het comité Ere Salut Prins Bernhard onder voorzitterschap van generaal der luchtstrijdkrachten Ben Drosten. Het comité organiseerde een fenomenaal afscheid op de vliegbasis Soesterberg. Al voor de oorlog had prins Bernhard vlieglessen genomen. Maar toen hij met de koninklijke familie naar Engeland uitweek, maakte hij serieus werk van het behalen van zijn vliegbrevet. Hij leerde vliegen op de Tiger Moth en haalde met de aantekening uitmuntend zijn eerste brevet. Gedurende de oorlog en daarna vloog hij op meer dan 200 verschillende vliegtuigtypes. Hij speelde een grote rol bij de totstandkoming van Nederlandse squadrons in de Royal Air Force en is altijd een voorvechter geweest van de luchtvaart in het algemeen. Op 6 oktober 1994 nam prins Bernhard na 53 jaar afscheid van zijn vliegactiviteiten en werd hem op de vliegbasis Soesterberg een vliegshow aangeboden. Nagenoeg alle vliegtuigen die werden voorgevlogen had de prins ook zelf in zijn logboeken. De Tiger Moth. Een Oster. Piper Super Cubs. North American Harvards en een Beech 18. Onder de genodigden waren ook prins Willem-Alexander en meester Pieter van Vollenhoven, beide in het bezit van een vliegbrevet. Een Lockheed C-130 Hercules. De Dakota PHDDA van de Dutch Dakota Association. De prins bestuurde ook deze Dakota een paar keer. Een Spitfire en een P-51 Mustang, even later gevolgd door de North American B-25 Mitchell. Ook al deze toestellen bestuurde de prins in de oorlog zelf. Het Fokker 4 demonstratieteam met de S-11 in een unieke formatie van maar liefst 8 toestellen. Na de vliegshow neemt de generaal der luchtstrijdkrachten Ben Drosten het woord. Om het te onthullen. Wat u hier ziet is een model van de Tiger Moth waarop u in 1943 voor het eerst gevlogen hebt met de registratie die erbij hoort. Dit cadeau, Koninklijke Hoogheid, is niet voor u. Maar als u het goed vindt, gaat dat door naar het museum hier in Soesterberg. Krijgt een zeer prominente plaats met een mooie plaquette erbij als herinnering aan deze dag. Maar het is uw Tiger Moth, Koninklijke Hoogheid. Die avond, tijdens het diner met een aantal vliegvrienden, stelde de prins een beroemde vraag. Zou het niet heel mooi zijn als de PBA weer gaat vliegen? De prins, zwevend in het zwerk, gekleed in traditionele vliegerkledij. Uit de gelukzalige blik in zijn ogen kunnen wij de grote liefde voor het vliegenvak duidelijk lezen. In de daaropvolgende winter, toen de prins in het ziekenhuis lag, werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de restauratiemogelijkheden van de PBA. Toen de prins uit het ziekenhuis was ontslagen, inspireerde hij met zijn krachtige herstel de initiatiefnemers om vooral door te gaan met het onderzoek. Dit leidde op 7 april 1995 tot de oprichting van de stichting Prins Bernhard Alpha. In 1996 werd de prins stiekem meegenomen naar Engeland. Een afvaardiging van het bestuur vloog naar Coventry, waar een bedrijf werd geïnspecteerd dat de restauratie mogelijkerwijs kon uitvoeren. Maar bovendien werd daar een andere Dakota gekocht. De Aviodoom begreep de wens van de prins, maar wilde daar begrijpelijkerwijs wel een andere Dakota voor terug. De stichting PBA kocht daarom een luchtwaardige Dakota, de Golf Bravo Victor Oscar Lima. Prins Bernhard en Annekor Groeneveld vlogen daar ter plaatse de laatste vlucht die deze Dakota ooit zou maken. Na een korte vlucht landden ze het toestel en ondertekenden samen de overeenkomst voor de aankoop van die Dakota. Vervolgens werd opdracht gegeven om het toestel helemaal uit elkaar te halen en alle goede onderdelen te gebruiken voor de restauratie van de PH-PBA.
De onderdelen van de PBA werden vervolgens geruild met die van de aangekochte Dakota GBVOL, die statisch geëxposeerd zou worden in de AVO-dome. Vervolgens vond de Big Switch plaats. De PBA verhuisde tijdelijk naar Engeland en de Engelse Dakota kwam naar de AVO-dome en kreeg hetzelfde KLM-kleurenschema dat de PBA op dat moment had. Op 13 juni 1998 arriveerde de PBA op Schiphol Oost en kon het toestel in het oorspronkelijke koninklijke kleurenschema aan de prins worden getoond. En vandaag, dames en heren, is het een bijzonder moment, want ik ga nu het toestel oproepen en ik ga vragen of het toestel na zijn testvlucht van gisteren in Coventry hier voor de deur wil taxiën, zodat wij uw koninklijke hoogheid het toestel ter inspectie kunnen aanbieden op dit moment. Ja. Een paar maanden later, op 13 november 1998, werd de nieuw gerestaureerde PBA in aanwezigheid van prins Bernhard, prins Willem-Alexander, meester Pieter van Vollenhoven en de minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Tineke Netelenbos, officieel in gebruik genomen en voor de exploitatie overgedragen aan de Dutch Dakota Association. Op 7 december 2003 werd prinses Amalia geboren. Aanleiding voor een overleg met prins Bernhard om de PBA de naam Prinses Amalia te geven. De prins reageerde zeer enthousiast. 2006 was voor de KLM een belangrijk jaar. Het was toen 70 jaar geleden dat de KLM de DC-3 introduceerde op zijn lijnvluchten. De DC-3 was essentieel voor de opening en ontwikkeling van vele luchtvaartroutes. De KLM vierde dit jubileum onder de naam Pioneers in Aviation. Dutch Airlines, Air France, pioneers in aviation. Voor die speciale gelegenheid was de PBA aan één kant gespoten in de kleuren van de KLM, zoals die direct na de oorlog werden gevoerd, en aan de andere kant die van Air France. Op 31 juli 2007 ondertekende KLM-directeur Peter Hartman en DDA-voorzitter Annekor Groeneveld een overeenkomst waarbij de steun van KLM werd geformaliseerd met een contract. En ik wens dit vliegtuig en de organisatie onder leiding van Jan Schaatsbergen een hele goede toekomst. En ik weet zeker door de samenwerking en ondersteuning van de samenleving uit de luchtvaart gaat dat zeker lukken. Ik dank u wel. Dames en heren, kolonel Wassenaar namens het Koninklijk Huis, luchtvaartvrienden, allemaal van harte welkom. Ja, je krijgt toch wel een heel bijzonder gevoel als je dit ziet, dit mooie vliegtuig. We zijn trots op de historische luchtvaart. De historische luchtvaart in Nederland. En we zijn trots op de enkele overgebleven pioniers die hier nog staan. Zonder deze pioniers hadden we geen Fokker gehad, hadden we geen luchthaven gehad, hadden we geen KLM gehad, geen Martinair, geen Aviodroom. Door het nu aan de naam Prinses Amalia te geven, verbinden wij deze hele belangrijke historie van de PBA met het heden en met de toekomst. Ik zou nu graag willen overgaan tot de plechtigheid, maar niet voordat ik twee heren heb uitgenodigd. De ene is Martin Schreuder en de andere is Annekor Groeneveld. Ja. Jij geeft een commando, Peter. Gaat u maar. De foto's hebben geen tijd. Hè, dus. Nee. Er staat geen tijd bij de foto. We mogen overdag wel één kwaadje. Amalia. Dat is zijn leven.
De doop van de PBA in de naam Prinses Amalia betekent een nieuw hoofdstuk in de bewogen geschiedenis van deze bijzondere Dakota. De PBA is beschikbaar voor rondvluchten voor het Nederlandse publiek en wordt door DDA Classic Airlines vanaf Lelystad ingezet. De wens van Prins Bernhard is daarmee realiteit geworden. Nog even wijzen op de vliegveiligheid. Denk maar aan het roken dat het nog steeds verboden is. De vast zitband wordt gebrand. Dat moet even vastmaken. Sonja laat nog even zien hoe de stoering vastmaakt. Boom, strak aantrekt. En ook weer opmaakt. Dames en heren, hartelijk welkom.